Nou, we geven wel uit handen. We zijn de hele tijd beter geweest. We hebben ook met momenten voorgestaan. Zeker tegen het einde, vierde set, geef hem weer eigenlijk een beetje weg. Ja, zonde. Ja, waarom lukt het dan net niet? Weet niet. De energie vloeide een beetje weg in de vierde set, had ik het idee. De hele tijd zijn we wel goed. Doen we het ook goed. Het voelt ook leuk. En tegen het einde, ja, vloeit de energie weg. En zij pakken het momentum en we zijn hem kwijt. En we gingen ook wat meer fouten maken tegen het einde. Ja, zonde. Ja, in de vijfde set, 13-13, kan het nog alle kanten op. Dus ja, laat deze wedstrijd ook zien dat beide ploegen echt ontzettend dicht bij elkaar liggen. Ja, het ligt ook dicht bij elkaar. Nou ja, we stonden in het begin van die vijfde set achter. Vervolgens komen we dan wel weer terug, nou ja, 13-13. Maar dan net een paar kleine foutjes op het einde weer en dan verlies je hem. Dus ja, het geeft wel aan, je ligt zo dicht bij elkaar dat elk klein foutje is al belangrijk en genoeg om die wedstrijd te verliezen of te winnen. Ja, want het is natuurlijk, ja, de sets, een aantal gingen ook allemaal boven de 25. Dus ja, er moest veel gegeven worden. Ja, ik ben ook aardig leeg nu, dat kan ik je ook wel zeggen. En ik weet niet hoe de andere jongens opstaan, maar het vraagt wel veel van je, zo'n wedstrijd. En dan zeker tegen het einde, dan moet je echt voor waken dat je geen fouten maakt. Doordat je vermoeid bent. En nou ja, dat zou best wel eens gebeurd zijn vandaag. Ik denk dat het overal een goede wedstrijd was. Maar ja, overheerst dan toch de teleurstelling? Ja, overheerst wel teleurstelling, maar je staat 2-1 voor. Dus dan denk je gewoon zeker met die vierde set waarin je wel een paar punten los staat, van nou, we halen hem binnen. En dan is er wel teleurstelling dat je nu hem 3-2 verliest. Ja. Aan de andere kant, kijk je naar de stand. Ja, en niet zoveel aan de hand. Nee, dat zou... Je had koploper kunnen zijn, maar je blijft nu keurig in het spoor. Ja, dat is ook zo. Nee, er zijn nog 5 wedstrijden en daarin moeten we gewoon gaan winnen. Dat doen we eigenlijk nu ook al goed op deze wedstrijd dan, nou ja, nadat we dan net niet die punten pakken. Maar we zijn nog steeds in zicht van die eerste 2 plekken. Dus in dat opzicht goed.